Goedemiddag, ik ben Wim van Uffelen van de firma Wim Verhuur, verhuurcenter voor bouw- en tuinmachines. We hebben altijd ingezet op kwaliteit en het is vooral zeer belangrijk dat de machines super proper zijn dat bij ons. Vroeger kasten we de machines allemaal met een klassieke ogendrukreiniger. Dat was vooral heel arbeidsintensief. Om den duur waren we met 3 man constant aan het reinigen en dat werkte niet efficiënt. De bedoeling is eigenlijk dat we nu met minder mensen sneller gaan kunnen reinigen en beter reinigen. Waar we heel veel tijd mee verloren met het reinigen van de rupsen en de banden, daar staken we soms uren en uren in voor die proper te krijgen. Daar zullen we dan over beginnen nadenken van die rupssproeiers te installeren. Waar we dan doorrijden en die dat de rupsen onder hoog debiet uitspoelen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste dat die doen. En wat we echt bij de grote machines op de kraan en zo 3/4 van onze tijd besparen. We hebben links en rechts spuitlansen hangen. We hebben 2 soorten zeeplansen hangen. Ernstige vervuiling kunnen we ook met een extra straffe zeep werken. We hebben stofzagers hangen om de interieurs te stofzagen. Reinigingsproduct om de interieurs te reinigen, wat dan nogal echt handmatig moet gebeuren. En dan hebben we op de kop speciale spruiers gezet om de binnenkanten van rupsen en de echte zware vervuiling, wat we met de automatensproeiers niet aan kunnen, ook nog kunnen bijspuiten. Waar we dan onder hoog debiet reinigen. De samenwerking is eigenlijk heel goed. Het was ook de eerste keer dat de toepassing gebruikt werd voor machines. Bij ons was een beetje het probleem dat elk machine een ander formaat heeft. En dat is atypisch ten opzichte van auto's of vrachtwagens die toch meestal een standaard basisvorm hebben. Dat plan was snel duidelijk. En dan zijn we in fases te werk gegaan. Zijn ze komen opmeten en hebben ze komen vaststellen wat dat hier was. En dan hebben ze op de juiste momenten, zoals afgesproken, alles netjes gebouwd. En op een week tijd was het eigenlijk in volledige werking.